Kijk eens aan. Kortom. Hey, jij daar. En kortom, welkom bij een nieuwe aflevering van Kortom Gefotoflopt. De serie waarin ik andere YouTubers photoshop en jij bepaalt wat ik moet doen met deze week. Niemand minder dan Ties, a.k.a. Ties Games, maar nu Ties. En Ties, we kennen elkaar niet echt, maar ik hoop dat je een beetje om kan lachen. Oké, laten we beginnen met de foto van Ties. Ik heb deze gevonden. Ik zocht eigenlijk naar een Instagram foto, maar ook daar heeft hij best zwaar te verduren gehad met heksen en zo. Dus ik heb even een screenshot uit de video gepakt. Op naar de comments. Carlijn Otterman zegt, Ties op het lichaam van niemand minder dan Gerard Joling. Bijna naakt, maar alleen met een zwembroek aan. Het spijt me. Nu moet ik serieus gaan intypen in Google Gerard Joling shirtless. Wat als zeg maar iemand straks door mijn geschiedenis gaat. Dat zou echt fucking naar zijn. Kom op, Gerard. Oké, dat was een flinke zoektocht totdat ik deze foto tegenkwam van Gerard Joling met Will Smith. I guess dat we hier wel iets mee kunnen. Oké, dit lijkt natuurlijk nog helemaal nergens op, maar voordat we het mooi gaan maken, ga ik even nog wat comments lezen van waar moeten we zijn en wat nog meer. En ik heb een paar leuke gevonden, even kijken. Jultje zegt, Ties bij Charlie in the Chocolate Factory. En dan heb ik ook deze nog gevonden. Ties moet op een eenhoorn zitten met een dubbele regenboog erbij. Het is zo fucking random, maar we gaan het wel gewoon doen. Jullie zijn echt gestoord, wat voor comments jullie allemaal achterlaten. Ik heb dit plaatje gevonden van Charlie in the Chocolate Factory. Die kunnen we zeker gebruiken. Kijk eens aan. Wat mooi. Oké, doe mij maar een dubbele Porsche caramel. Ik vind dit denk ik ook trouwens echt het chillste stukje aan die hele film van Charlie in the Chocolate Factory. Moet je gewoon voorstellen dat je gewoon een bos had om de hoek van je huis en dat de bomen gewoon lekker waren. Je kunt nu ook gewoon aan een boom gaan likken, maar het is niet zo lekker. Ik moet wel zeggen, Gerard Joling, je pens is echt om te gieren. Ja, sorry man. Ziet er ook echt niet uit gewoon. Voordat we alles mooi in elkaar gaan zetten, hebben we nu ook nog nodig een unicorn. Het vinden van een mooie eenhoorn is niet heel makkelijk, dus laat hem gewoon zelf maken. Oké. Kijk eens wat mooi. Mensen, ik heb echt geen idee hoe ik dit ga doen, maar het gaat lukken, oké? Die staat er denk ik per ongeluk op een boom. Gerard Joling met je stompje aan je been. What are those? Ik kan hem niet eens nadoen hoe hij lacht. Maar we gaan doei zeggen tegen het hoofd van Gerard Joling. Houdoe. Oké. Okay. Wel vriendelijk blijven. Gerard heeft een hart. Ik denk dat één van de twee te veel zelfbruiner heeft gebruikt. Mag je zelf raden wie dat is. En Gerard! Oké, mensen, het begint eindelijk ergens naartoe te gaan. Ties met het lichaam van Gerard Joling in de Chocolate Factory op een unicorn met dubbele regenboog. Wow, er ontbreken wat dingen. Unicorn. Horn. Nee, dit meen je niet. Unicorn. Horn for cats. Het gezicht van die kat ook echt. Bitch, please. Ik heb dit echt nodig voor mijn kat. Ik presenteer u de eenhoorn. En nu de regenbogen. Oké, nu begint het ergens op te lijken. Ties op een unicorn in Charlie in the Chocolate Factory met een dubbele regenboog. Kijk hoe idioot blij dit eruit ziet. Ik had nooit verwacht dat het zo'n blij ding zou worden. Ik heb een vette comment gevonden. Ties met de haren van Shaquille. Shaquille, ga even je mooie kapsel zoeken. Jullie komen echt gewoon op de allerraarste dingen. Zeg maar, hoe bedenk je dit? Oké, Shaquille, alvast bedankt dat we jouw kapsel mogen lenen. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit er bij Ties uit gaat zien. Heb je ook wel eens dat je 's ochtends opstaat en denkt van ik heb zo ontzettend veel trek in een glaasje karnemelk? Ja, heb ik ook nooit. Opnieuw voor de mensen die ik hierin gebruik. Ik hoop dat jullie er een beetje mee kunnen lachen. Als je je dan toch gekwetst voelt, geef ik je bij deze toestemming om mij diehard te pranken of whatever voor revenge in gedachten had. I don't know, de karnemelk is een wereld nog niet uit. Fuck, sorry, ik heb een van je wenkbrauwen weggehaald. Maar ik ga je andere wenkbrauw gewoon vermenigvuldigen ofzo, I don't know. Kijk eens aan. Oké, mensen, het begint nu echt ergens op te lijken. En ik weet niet of het beeld net heel raar was, maar dat kwam door de zon die naar binnen scheen.
Maar Michiel zegt, verander Ties zijn pupillen in diamanten. Gaan we doen. Ta-da-da-da-da-da. Diamant. Pupillen. Holy shit, ik ben echt nog steeds verbaasd met de rare shit die jullie allemaal kunnen bedenken. Op naar de allerlaatste comment van deze video. De haak van kapitein Haak. Holy shit mensen, kijk hoe fucking blij dit eruit ziet. Dit is één grote mindfuck geworden. Het is gewoon een fucking kunstwerk. Volgens mij is dit echt iets wat mensen zien als ze daar aan de druk zijn. Oké, ik heb in één keer een hele random ingeving, maar Ties, als je dit wel kon waarderen, stuur me dan even een PM op Twitter, want dan stuur ik jou hiervan een canvas versie op. En voor de volgende video wil ik alvast zeggen, ga ik even een keer iets anders doen. Maar jij mag wel weer beslissen wat er gaat gebeuren. Ik ga in de volgende video niet één YouTuber foto floppen, maar ik ga in de volgende video een YouTube baby creëren. En jullie mogen hieronder twee YouTubers achterlaten die samen een baby moeten gaan maken. Maakt niet uit wie het is. En degene met de meeste likes van die twee zal ik samen een baby maken. En laat dan ook hieronder heel veel andere dingen achter die ik met die baby moet doen. Nou, en als je dit soort video's nou leuk vindt en je wil er meer van zien, doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet bent. En dan wil ik nog één ding zeggen. En dat is, bedankt voor het kijken. Ik weet echt niet wat ik moet denken hierover. Oké, ik zie je in de volgende video. Doei!